aanstaande zondag en maandag is het weer Pinksteren. Met Pinksteren komt er een einde aan de christelijke paascyclus. Die begint met carnaval en daarna overgaat op onder andere de christelijke vastetijd, Pasen, Hemelvaart en uiteindelijk Pinksteren. We kennen deze christelijke feestdagen van naam en zijn blij met de vrije tijd die de feestdagen ons opleveren. Toch wordt de betekenis van Pinksteren vaak vergeten of verward met bijvoorbeeld de betekenis van Pasen of Hemelvaart. Pinksteren vindt 7 weken na Pasen plaats en is in het kort de Heilige Geest die neerdaalde op de apostelen. Al blijken veel mensen op de Nijmeegse campus toch hier anders over te denken. Ja, ik weet wel dat het te maken heeft met iets met de verrijzing, terugkomst van Jezus. Maar volgens mij wordt dan toch ja, iets met het christendom. Ik vind het echt heel erg, ik weet het helemaal niet. Nee. Is dat hij met een bootje doet varen? De verrijzenis van Jezus. Of zoiets. Dat is Pasen. Oh, dat is Pasen. Oh, dat hij naar de hemel ging of zo. Dat is Hemelvaart. Dat is Hemelvaart, dat zou ik het niet weten. Is met vuur. Ja, het zal vast weer gerelateerd zijn aan een of ander evenement rondom Jezus' leven, maar ik zou echt niet specifiek kunnen zeggen. Ja, het heeft niets te maken met Jezus die overleden is en opreist uit de dood en Pasen. Dat, ja, weet ik, maar ik weet dat Pinksteren een soort vervolg daarop is, maar verder, nee, ik weet het echt heel slecht. Het is iets christelijks volgens mij, maar dat was het ook. Verder weet ik het echt niet. En iets christelijks is het zeker, want Pinksteren is een christelijke opwekking die de geboorte markeert van de kerk en het begin van het christendom. Ik heb dat nog meegemaakt, al die heilige dagen. He? En sommige heb ik onthouden en sommige niet. En ja, ik denk dat weinig mensen weten wat de Heilige Geest is. En wat bleek, veel mensen wisten inderdaad niet wat de Heilige Geest is. Weet je dat ik me dit vandaag afvroeg? Dat ik het niet weet? Of niet meer weet? Pinksteren, is dat niet dat iets met de disciples, dat die... Ik weet het eigenlijk niet, nee. Ja, weet ik echt niet. Ja, echt, ik zou het echt niet weten. Ik zou het wel moeten weten natuurlijk. Ik ook niet. Nee, ik heb echt geen flauw idee. Echt helemaal niet. Nee, ik weet het echt niet precies, nee. Ik heb geen flauw benul van al die dingen. Nee, het, ik geniet van de vrije dagen, maar er zit niet echt een logica achter waarom ik het weet. Zo van al die heilige dingen en zo, en daar zat me weinig van over. Dus de volgende keer als iemand vraagt wat Pinksteren is... Ik dacht dat de Heilige Geest verschenen was.